Hallo daar, Tanja hier. Van harte welkom in deze video. En in deze video wil ik het graag hebben over iets waar zoveel vrouwen mee worstelen. Zeker vrouwen die willen afslanken. En dat zijn degenen die mij komen opzoeken voor hulp. En dat is kaas. Het is iets waar ik dames heel moeilijk van afkrijg. Het is iets waar heel veel dames en ik denk mensen in het algemeen aan verslaafd zijn. En het is iets wat ons dik maakt. En ik ga jullie 5 redenen geven waarom dat zo is. En als je kijkt, laat het dan even weten. Laat even weten van waar je kijkt. Laat even weten of je hier iets aan hebt. En als je zelf kaasverslaafd bent of je eet veel of graag kaas, dan wil je wellicht blijven kijken. En als je mensen kent die misschien ook wel kaasaddict zijn, dan wil je ze misschien wel taggen of de video met hen delen. En zo kun je ze misschien helpen of in elk geval wat inzichten bijbrengen. En dat is de bedoeling van deze Heb Je Leven Lief Show. Dat is dat ik de mensen inzichten wil bijbrengen. Allemaal gebaseerd op de wetenschap, op de recente wetenschap. Zodat ze bewustere keuzes kunnen maken. En dan hoop ik dat ze op die manier de keuze maken om een gezonder leven te gaan leiden. Oké, kaas. Kaas maakt je dik. Waarom is dat zo? Wel, er zijn 5 belangrijke redenen. Nu, eerst even terug. Een hele tijd geleden, 20 jaar geleden, dan waren vetten de boosdoeners als het ging over overgewicht en obesitas. Dan zei iedereen, ja, je moet minder vet eten en dan ga je vanzelf afslanken enzovoort. En dan is het eigenlijk helemaal gekanteld naar de koolhydraten. Nee, het zijn niet de vetten die de boosdoeners zijn, het zijn de koolhydraten die je dik maken. En nu is het zo van, oké, alles heeft zijn plek. Alles heeft zijn plek. Ook ik, als ik met mensen samenwerk, ik ga die koolhydraten niet volledig schrappen. Die koolhydraten hebben echt hun plek. Je moet de juiste kiezen en je moet de juiste verhoudingen kiezen. En gaan testen bij jezelf hoe dat zit. Maar wat de vetten betreft, er zijn natuurlijk ook heel veel verschillende soorten vetten. Zo zijn er verzadigde vetten en onverzadigde vetten. Zo zijn er plantaardige vetten en dierlijke vetten. Oké? En in deze video wil ik het dus hebben over de dierlijke vetten. Want in kaas, ja, dat zijn dierlijke vetten. En wat is het? Reden nummer 1 waarom je van kaas dik wordt, is omdat het een caloriebom is. En nu ga je zeggen, oeh Tanja, maar jij telt toch geen calorieën? Daar doe je toch niet aan mee? Ja, dat klopt. Alleen is er wel zo'n realiteit als je wat je erin stopt, komt er ook uit. Of ik bedoel, als je je lichaam veel energie geeft en je vraagt weinig energie aan je lichaam, ja, dan is er een overschot. En dat overschot wordt natuurlijk vastgehouden en dat creëert overgewicht. Dus er moet een juiste verhouding zijn. En het gaat vaak niet alleen over de calorieën, maar het gaat over de densiteit van de calorieën. De caloriedensiteit. En kaas is natuurlijk zeer caloriedens. Als je het vergelijkt bijvoorbeeld met groenten. Groenten, daar kun je heel veel van eten. Je lekker vullen met groenten. En toch heb je weinig calorieën binnen. Terwijl kaas, dat is echt een caloriebom. En als je het dan vergelijkt met suiker bijvoorbeeld, waarmee ik niet heb gezegd dat suiker beter is, want suiker is absoluut, dat is een andere drug en dat is geen gezonde voeding. Maar 1 gram suiker bevat 4 calorieën. Sorry, dus 1 gram suiker 4 calorieën. Terwijl 1 gram vet, 1 gram vet bevat 9 calorieën. Dus zie je de verhouding. En nu hebben allerlei light drankjes en niemand drinkt nog cola, maar iedereen drinkt cola light of liever nog cola zero, omdat er geen calorieën in zitten. En geen suikers, oké, maar ik zeg niet dat dat gezond is, verre van. Maar bij kaas heb je dat niet. Hè? En als je light kaas hebt, dan heb je weer andere nadelen, daar heb ik het zo meteen over. In elk geval, als je kaas is voor 70% vet. Dat is bijna pure vet. Ik zie oogjes, dat betekent dat er mensen kijken. Wie is er aan het kijken en zijn er kaasliefhebbers aan het kijken? Zet eens een 1 in de commentaren als je een fervente kaasverbruiker bent. Ik ben wel benieuwd.
Er zit een 2 in de... Oh, hallo Sonja. En zit een 2 in de commentaren als je graag van je kaasverslaving af zou willen. Of als je zou willen afvallen en kaas eet. Oké. Goed, om je dus even in perspectief te zetten. Kaas bevat 70%, is 70% vet. Om te vergelijken, vette vis. De vetste vis bevat 32% vet. Dus even in perspectief zetten. De volgende stap is vaseline. Snap je? Is puur vet. Oké, dat is de eerste reden. Het is een caloriebom. De tweede reden is dat het een vet is dat zeer gemakkelijk wordt opgenomen door je lichaamcellen. En we zeggen allemaal, of we zijn het erover eens, en het boek staat hier ook ergens, de broodbuik hier zo, van brood word je dik. Alleen, brood zijn koolhydraten en vooraleer je van brood dik wordt, dat vergt een ontzettend ingewikkelde omzetting om van dat brood lichaamsvet te maken. Terwijl, en dus je kan dik worden van brood, maar niet in eerste instantie. Dat duurt even. Van kaas daarentegen, ja, er moet nog weinig worden omgezet. Als je een blok lichaamsvet ziet en een blok kaas, dat is nagenoeg hetzelfde. Dus het wordt zo opgenomen in ons lichaam. Trouwens, dat brood, die koolhydraten, in eerste instantie wordt dat door ons lichaam opgenomen als brandstof. Dat is waar onze hersenen op werken, dat is waar wat onze cellen gebruiken om te metaboliseren. Dat is wat wordt opgeslagen in onze spieren. En dat zijn dan de batterijen die je nodig hebt als je actief bent. Hè? Terwijl kaas heeft dus zo goed als geen omzetting nodig. Dus heel makkelijk wordt het opgenomen in je cellen. Dat is reden nummer 2. Reden nummer 3. Wat zeg je, Sonja? Had vroeger elke dag kaas. Na mijn kus en hoofdpijn had ik geen kaas meer. Ja, voilà. Ja, inderdaad. Ik heb recent een lezing bijgewoond van een arts die heel veel onderzoek heeft gedaan naar de invloed van zuivel op de gezondheid. En inderdaad, hij heeft een aantal cases besproken van patiënten van hem die hij volledig van de zuivelproducten heeft afgehaald. En eentje was een gigantische migraine, maar echt gigantisch. En alleen door de zuivel te laten, is hij er helemaal van afgeraakt. Het heeft, ja, het is niet voor niets dat in mijn programma, dat trouwens deze week voor het eerst loopt, het 6 weken programma, waarbij ik dames help afslanken op een gezonde, verantwoorde manier, op een natuurlijke manier. En, maar we gaan wel met een aantal dingen aan de slag die we gedurende een bepaalde tijd volledig uit de voeding halen. En een van die dingen is zuivel. Absoluut. En dat blijkt dat dan ook op vele andere vlakken voordelen heeft. Maar dat is voor een volgende video. Nu heb ik het over waarom kaas je dik maakt. En de derde reden waarom kaas je dik maakt is omdat het je metabolisme vertraagt. Dus neem bijvoorbeeld een cel, een spiercel in je lichaam. En ik neem een spiercel omdat iedereen zegt altijd, en dat is ook zo, als je vermagert mag je vooral je spieren niet verliezen, want je spieren zijn je verbranders. Oké, het enige wat in je lichaam wat vet kan verbranden zijn spieren. Oké? En dus dat zijn je calorieverbranders, die heb je nodig. Dus een spiercel die heeft in zich een aantal mitochondria. Mitochondria, weet je dat nog van vroeger in de biologieles? Dat zijn eigenlijk de energiefabriekjes, zeg maar, in je cellen. En dus je hebt een aantal mitochondria in je cel, maar je hebt ook vet in je cel. Er zitten ook wat vetdeeltjes in je cel, in die spiercel in dit geval. En dat gaat zich dus opstapelen in je cel. En je cel, in tegenstelling tot jezelf, jezelf vindt dat geweldig. Want als dat vet in die cel komt, dan zegt die cel, wauw, cool, tof, we gaan dit houden voor wanneer er binnenkort misschien eens schaarste komt, hongersnood komt. Want je mag niet vergeten, we zijn zodanig geprogrammeerd van heel lang geleden, toen er nog hongersnood en schaarste was, dat ons lichaam blij is met een extra portie energie, in dit geval vet. Dat zijn onze energiereserves, daar heb ik het in vorige video's ook al vaak over gehad.
Dus onze cel vindt het geweldig. En zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die reserves niet opgebruikt worden als het niet nodig is. Met andere woorden, het gaat de productie van de mitochondria verlagen. De mitochondria, dat zijn de verbranders in de cel, die worden op een laag pitje gezet. En hup, daar gaat je metabolisme een stuk trager. En als je dat gaat optellen doorheen de jaren, dan kun je je metabolisme niet vergelijken van toen je 10 was. Dan zit je met een veel lagere verbranding. En dat is wat zoveel mensen ervaren. En dat is wat we ook in ons 6-weken programma doen. Dat is dat metabolisme gaan resetten. Zodat je weer een maximale verbranding hebt. Maar je begrijpt, als je dweilt met de kraan open, dan bereik je resultaat niet natuurlijk. En zolang je kaas blijft eten, bijvoorbeeld, dan ga je niet je metabolisme kunnen resetten. Oké? Dus door dat, kijk, in een normale situatie, als je evenveel vetten of energie in je cel hebt dan wat je nodig hebt om je activiteiten te doen, dan is er niks aan de hand. En dan gaan die mitochondria vrolijk alles continu verbranden. Maar zodra dat je overschot aan energie inneemt, in dit geval vet, ja, dan gaat je lichaam dat willen houden en de boel vertragen. Zo zit het in elkaar. Eens even kijken. Christine, veel te veel van gegeten. Ik had er een winkel van. Oh jee, ja. Natuurlijk bijgekomen. Ondertussen alles er terug af. Al jaren. Super, Christine. Super, tof. Goed gedaan. Ja, het is wat, hè. Want ja, het is ook lekker, hè. Het is ook lekker, daar moeten we heel eerlijk in zijn. Maar het is niet omdat het lekker is, dat het ook goed voor je is. En weet je, je moet altijd de keuzes maken van wat wil je bereiken. Wil je lekker genieten van die zoute, vettige kaas? Of wil je slank zijn en energiek zijn en van je allergieën af en dergelijke? En ik heb hiermee niet gezegd dat je nooit een stukje kaas mag eten, hè? Daar niet van. Maar in een volgende video ga ik het hebben over hoe verslavend kaas is en hoe dat komt. En eerlijk gezegd, dat wist ik niet. Dat heb ik in die lezing van die dokter geleerd. En dat is gigantisch interessant. En ik denk dat onze of jullie ogen en oren ook zullen opengaan. Oké. Dus, waar zat ik? Reden nummer 4, waarom kaas je dik maakt, is... En dat is het saaiste stukje. Het saaiste stukje, want het gaat over vezels. In kaas zitten 0 vezels. Geen vezels. Wat zijn vezels? Dat zijn dingetjes die ervoor zorgen... Die zitten in planten. En dat zorgt ervoor dat je hongergevoel of je eetlust getemperd wordt. Omdat het je een voldaan gevoel geeft. Omdat het je vult. En ze zijn mega, mega, mega belangrijk in het afslankverhaal. Die vezels die hebben zo goed als geen calorieën. Ze vullen je en ze geven door het feit dat ze zich vaak ook opvullen met water en daardoor een gevuld gevoel geven in je maag, krijgen je hersenen het signaal dat je verzadigd bent. Dan heb jij dus het gevoel dat je flink veel hebt gegeten, terwijl dat eigenlijk niet helemaal het geval is. Dus het is zeer, zeer belangrijk om voldoende vezels te eten. En vezels vind je in granen, vind je in groenten, in planten zitten de vezels. Om je een voorbeeld te geven, een portie broccoli, je weet dat dat een van mijn favoriete groenten is, een portie broccoli bevat 5 gram gezonde vezels. Een portie kaas, 0. Oké? Dat is de reden als een deel van het 6-weken programma is dat je gaat cleansen en dat je even ook gaat 2 dagen vasten, een mini vaste kuurtje doen. En dan raad ik de mensen aan, als ze dan toch een beetje honger krijgen of behoefte hebben om iets te eten, om broccoliroosjes te eten. Omdat dat ontzettend veel goede voedingsstoffen bevat en omdat dat ook veel vezels bevat. Wat je dan meteen een gevuld gevoel geeft. En dat je zonder dat je calorieën ingenomen hebt, dat je toch weer een eind verder kunt. Dus dat is een tip in de kantlijn. En dan, hoe heet het?
zuivel producten en dierlijke producten in het algemeen bevatten nul vezels. Okay. En dan reden nummer 5, en dat is iets waar heel weinig mensen zich van bewust zijn. Kaas bevat gigantisch veel zout. Zout voegen ze massaal aan kaas toe, omdat de bacteriën die ze er eerst aan toevoegen, opdat die niet zouden verder de boel verteren, zeg maar, zodat het moes wordt. Maar dus die productie wordt getemperd door gigantisch veel zout. Dat is ook hetgeen wat wij lekker vinden in kaas. Dat is dat zoute. En om je een voorbeeld te geven, een portie aardappelen bevat ongeveer 13 milligram zout. Een portie kaas bevat 350 tot in sommige gevallen bij smeerkazen 800 milligram zout. Dat is gigantisch. En wat is er nu mis met dat zout? Ten eerste, het is vast niet het gezonde, ongeraffineerde zeezout dat ze eraan toevoegen. Nee, ze voegen er massaal keukenzout aan toe en dat is gewoon puur vergif. Bovendien zorgt het ervoor dat je gigantisch veel vocht gaat vasthouden. En dat is watergewicht. En dat draag je ook mee. Dus dat is ook een reden, dat is de vijfde reden waarom kaas je dik maakt. En in een volgende video wil ik het hebben over waarom kaas je verslaafd maakt. En nog een andere video waarom kaas je ziek maakt. En daar heb ik van die arts heel wat cases mee gekregen die dat aantonen van welke impact dat kaas, mensen die vaak en regelmatig kaas eten, en geef toe, zo zijn er heel veel. En mensen die kijken, wie van jullie eet er geregeld kaas? Of wie is er kaasverslaafd? Laat dat even weten. Ik at vroeger, ik heb nooit graag vlees gegeten. Dus het alternatief vroeger was kaas. Ik heb massa's kaas gegeten. Naar school nam ik boterhammen met kaas mee. Thuis at ik altijd brood met kaas. Dat was gewoon, en dat hoor ik heel vaak nog steeds. Oké. Kort samengevat, Christine, na gebruik, nu gebruik ik het meer als krachtvoer, net als noten met beetjes. Ja, maar dan kun je toch, als je het mij vraagt, kun je dan toch beter voor die noten en zaden kiezen, Christine. En planten erbij kun je ook heel lekker maken. Dat is echt pas krachtvoer. Oké, goed. Samengevat, 5 redenen waarom kaas je dik maakt. Ten eerste, het is een caloriebom. Ten tweede, het vet wordt zeer makkelijk opgeslagen in je cellen. Ook in je vetcellen, in je spiercellen, alle cellen. Het vertraagt je metabolisme. Het bevat nul vezels, die ervoor zorgen dat je eetlust getemperd wordt. En het bevat massa's sodium of zout, wat ervoor zorgt dat je ook nog eens watergewicht gaat vasthouden. Dus dat zijn de 5 redenen waarom je de volgende keer als je kaas wil eten, misschien toch eens even nadenkt. Als je wil afslanken natuurlijk, en of als je je gezondheid wil verbeteren in het algemeen. Ik kan het je maar vertellen. Ja, voilà, zeer verslavend. Hè? Dat was wel goed voor jou. Als je een winkel hebt van kaas, dan zit je wel goed. Hè? Want het is lekker verslavend. En ja. Hey, dag Kirsten. Hoi. Tof dat je kijkt. Super, lieve mensen, was dit interessant? Heb je hier iets van geleerd? Als dat zo is, dan verneem ik het graag. Zet het dan even hieronder, van wat je meeneemt uit deze 5 dingen, uit deze uiteenzetting. En ook als je er bedenkingen bij hebt of vragen bij hebt, dan zet je ze even hieronder. Dan ga ik ze met veel plezier beantwoorden, bekijken. Als je iemand kent die kaasverslaafd is of die wil afslanken en die veel kaas eet, tag die persoon dan even. Of deel de video, zo help je die persoon. En stel je voor dat jij degene bent die die persoon kan helpen, waardoor het zijn of haar leven plots veel waardevoller en gezonder is. Dat zou toch wel fantastisch zijn. Oké. Dankjewel, Stefanie. Hey. Oké, super. Lieve mensen, ook de mensen die uitgesteld kijken, laat het even weten wat je eruit meeneemt. Laat even kijken. Laat even weten dat je uitgesteld hebt gekeken. Zo weet ik dat ik of ik nog dergelijke dingen moet geven. Zijn jullie geïnteresseerd om in de volgende video te weten te komen waarom wij zo verslaafd zijn aan die kaas? Wat kaas zo verslavend maakt? En waarom je er ook ziek van kunt worden? En zelfs onvruchtbaar.
Als je dat wil weten, laat het even weten. En dan zie ik jou heel graag in een volgende video terug. Zorg goed voor jezelf, dan kun je beter zorgen voor anderen. Tot de volgende. Bye bye.